Hi, mijn naam is Nicole Olvers. Ik ben buurtbewoner in de Notenbuurt en kijk uit op dit prachtige bouwterrein. Ik woon hier een jaar of 12, denk ik nu. Ik ben inmiddels een aantal jaren ook voorzitter van de wijkberaad Notenbuurt. Ik heb regelmatig contact met de uitvoerder van het bouwproject over allerlei details, ook om dingen te communiceren naar de buurt. En meestal vind ik dat niet zo erg. Woensdag wilde hij dat met hemelvaart en zaterdag er doorgewerkt zou worden. Vanwege behoorlijk opgelopen achterstand. Nou, we begrijpen natuurlijk dat bouw allerlei consequenties heeft, ook voor ons. En we hebben behoorlijk wat geklaagd over allerlei dingen. En de werktijden werden wel eens wat opgerekt. Er was al veel herrie. En het duurt eigenlijk al heel erg lang. Hè. Van sloop, sanering en bouw. Ik denk dat we al toch al gauw 3 jaar bezig zijn. En dan hebben mensen soms ook wel een beetje hun tax bereikt. Afgelopen donderdag was er een klein ploegje. De uitvoerder zelf was er niet, maar had een vervanger gestuurd. En vanaf 7 uur 's ochtends begon gewoon echt keiharde muziek. Echt nou, in de categorie illegaal dancefeest. Dat hebben we een beetje een dag doorstaan, knarsetandend. En vrijdagochtend, toen werd het ons echt te gortig. Ons is een aantal mensen die met elkaar communiceren op de app en per mail. En om 6:30 werden containers gelost. En die muziek begon weer om 7 uur. En tussendoor hoorde ik ineens heel erg veelvuldig één bouwvakker. In ieder geval ontzettend veel vloeken met wat vrij onprettige woorden. Ik zal ze niet herhalen. Het begint met een K of met een F. En ik stond op het punt van, ik kleem even aan en ik ga maar eens even langs, want dit vind ik niet zo tof. Tot ik op Nextdoor ook berichten zag verschijnen van iemand. Van, dan kan iemand mij het telefoonnummer geven van de uitvoerder, want ik trek dat gescheld niet meer. We hebben het niet over een paar keer vloeken. Ik denk dat die man, misschien wel 100 keer per dag dat soort woorden roept. En er wonen hier heel wat mensen die of iemand verloren zijn aan zo'n vreselijke ziekte die met een K begint. Of die kleine kinderen hebben en die daar ook niet aan blootgesteld willen worden. Ik dacht, de maat is vol, ik rij nog een keer erheen. En toen was het hek dicht. En een meneer die wilde me wel te woord staan, sprak niet zo heel goed Engels. En ik wilde erin en ik mocht er niet in. En hij ging niemand halen en de uitvoerder was er niet. Enfin, lang verhaal. Ik ben iedereen gaan bellen die ik kon bedenken van gemeente, de bouwprojecteigenaren, noem maar op. Maar hemelvaart, alles is dicht. En toen dacht ik, wat gaan we doen? Want morgen komen ze weer. En ik wil niet nog een dag dat gescheld en gevloek aanhoren. Dus heb ik een brief geschreven. In achtvoud op de poort gehangen. Eigenlijk heb ik de heren opgeroepen om zich te gedragen als heren. En aangezien ze gast zijn in deze buurt, dat wij willen dat ze zich ook gedragen als gasten. En dus niet schelden en vloeken. En gewoon een beetje normaal doen. Ik ga aanstaande maandag even contact opnemen met de uitvoerder. Die weet ervan, die heeft zich ook geëxcuseerd en zei dat hij op de app dat hij er maandag wat aan gaat doen. En ik vind dat het bedrijf zelf maar moet gaan praten met werknemers die zich zo gedragen. De brief is wel gelezen, denk ik. Maar de bouwvakkers zijn ook verdwenen. Dus misschien heeft het gewerkt. En hebben wij in ieder geval een extra dag heel veel rust.